Nieuwe trucks worden uitvoerig getest door de merken zelf, voordat ze op de markt komen. Meteen daarna komen dan de journalisten aan de beurt om de trucks te testen op hun eigen testroute. Tot nu toe ging dat uitsluitend om dieseltrucks. Maar Mercedes-Benz zet als eerste een vol elektrische truck in. Jaarlijks testen we de nieuwste trucks op onze testroute en dat doen we altijd met onze vaste Pacton testoplegger. Hij is constant beladen, waardoor alle trucks dezelfde kans krijgen. En normaal doen we dat met diesels, maar vandaag gaan we voor de eerste keer elektrisch de testroute op. Maar we kijken ook naar allerlei praktische zaken. We meten van alles op, we kijken naar het praktische gebruiksgemak voor de chauffeur, we meten de instap, we beoordelen het interieur. En zoals ik zei, voor het eerst met een volledig elektrische truck. En ja, dit is hem dan. De eActros 600, een truck met een actieradius van 500 kilometer. Zo meten we bijvoorbeeld de hoek van de stuurversnelling. Maar we kijken ook naar de ruimte in de cabine. Hoe praktisch is het? Kun je je spulletjes kwijt? Heeft hij voldoende opbergruimte? Maar ook heel belangrijk is het zicht rondom. Wat zie je als chauffeur? Oftewel, hoe groot is de dode hoek? Een van de nieuwe veiligheidsvoorzieningen is die zijradar. En dat zorgt er niet alleen voor dat de chauffeur ziet dat ik hier ben. De auto detecteert mij. Hij remt ook zelf. Ik krijg een akoestisch geluidje van pas op, er is gevaar. Maar de auto remt gewoon zelf zonder dat de chauffeur iets doet. Dat is toch mooi meegenomen. Je kunt het verschil ook zien tussen de diesel en de elektrische doordat deze vlakken hier recht zijn. Maar de diesel loopt dat scheef. Dit vormt een E volgens de designer. En hier kun je hem opladen. Dat kan met DC. Maar de truck is ook uitgerust met een voorbereiding voor megawatt charging. En met die 600 kWh zou die 500 kilometer moeten kunnen rijden met 40 ton. Dus onze testroute is 380 kilometer. Geen probleem zou je zeggen. Alleen er is één dingetje, die testroute is niet echt vlak, want we gaan naar Den in. Dus ik ben echt heel benieuwd wat hij doet, of we het überhaupt halen en hoeveel energie we eventueel nog over hebben. Het is een hele efficiënte auto, die enorme actieradius haalt hij uit die grote accu's van 600 kWh. Netto bruikbaar, er zit zelfs nog meer in, 618. Ja, en die enorme LFP-accu, dat is een accu waar geen kobalt in zit overigens. Die past in de chassis omdat Mercedes gebruik maakt van een E-as. En dat betekent dat de motor en de versnellingsbak, die zijn eigenlijk in de achteras aangebracht. Waardoor je geen aandrijflijn hebt en dan hou je dus ruimte over voor die hele grote accu's. Dat betekent meer actieradius. Deze truck heeft eigenlijk twee stroomsystemen aan boord. En dat is dat 600 kWh accupakket en een 24 volt systeem. Het voordeel is dat je airco-pomp is aangesloten op dat high voltage systeem. Dat betekent dat je stand airco, ja, die kun je ook 14 dagen aan laten staan. Die accu gaat nooit leeg. Iedereen weet dat met een stand airco, meestal na een uurtje, 4, 5, dan houdt dat er gewoon mee op. Daar heb je dus helemaal geen last van met deze eActros 600. Want die accu is zo enorm groot, daar kun je echt mee blijven koelen. Ja, we rijden dus door Luik, door die prachtige tunneltjes. En meteen daarna gaat het ook meteen steil omhoog bij Tief en Chaufontaine. Echt een stevige helling, een behoorlijk gewicht, 42,5 ton. Dan moet hij toch echt wel even aan de bak. Dan merk je ook aan hem, want dan slaat hij hem toch echt wel even terug naar onder de 30 km per uur. Maar daarna zie je toch dat je inloopt op alles wat er voor je rijdt. En al die vrachtauto's die daar rijden zijn allemaal rond de 40 ton. En dan loopt hij er lekker overheen. Dus dat is toch ook wel kicken. Zo, dat was dan het zwaarste gedeelte van de testrit. De Ardennen in, naar de Barak de Futuur, daar staan we nu. Hier even drie kwartier maken. Ja, in die hellingen merk je echt dat hij dat vermogen ook aan boord heeft. We hebben verschillende trucks ingehaald. En ja, qua verbruik, we zijn halverwege de route. Het staat nu op 48%. Dus ja, moet geen enkel probleem zijn, want vanaf hier is het vooral naar beneden. En dat betekent regenereren. Niet remmen, maar regenereren. En dan laat hij die accu vanzelf weer op. Allemaal gratis energie die je allemaal terugkrijgt. En dat maakt hem nu juist zo efficiënt. Ja, we zijn net vertrokken vanaf de koffiestop met 48%. Dan zijn we een stukje naar beneden geregenereerd. En dan zie je dat die accucapaciteit alweer opgelopen is tot net 50%. Door niet te remmen eigenlijk, door te regenereren, vul je die accu weer en kom je gewoon verder. Ja, het rijden met een elektrische truck, ja, je kunt ervan vinden wat je ervan vindt, maar niemand kan ontkennen. Het is super comfortabel, het is fluisterstil, het is heel soepel.
En met dit vermogen, ja, 816 pk omgerekend. En dan is het zelfs met 42,5 ton waar we nu mee rijden, is het gewoon zelfs in Ardennen een fluitje van een cent. En ja, toch ook wel heel relaxed rijden. De terugweg is via Nederweert, langs het kanaal. Op die manier is er ook een meting van het verbruik op binnendoorwegen met rotondes. Zo, dat was hem dan, onze eerste roadtest met de e-Actros 600. En ja, als we naar het verbruik kijken, er zit nu nog 27% in de accu. Dat betekent dat hij 540 kilometer zou kunnen rijden. En het totaalverbruik op deze rit is door elkaar rond de 111 kWh per 100 kilometer. Dat betekent dat deze auto er nog lang niet klaar mee is voor vandaag, maar ik wel.